De eerste aanvang, beste kijkers, met de sloop van boerderij van Heist, die zal gaan beginnen bij ons wethouder Andries Mulder. Ik zou haast zeggen, eindelijk. Ja, je had me de woorden uit de mond, ik zou ook zeggen, eindelijk. Het was natuurlijk de bedoeling dat het tegelijkertijd zou gebeuren met de aanleg van het sportpark. Maar door allerlei omstandigheden heeft het helaas veel te lang geduurd. En kunnen we pas nu starten met het laatste veld. De symboliek in de besneeuwde velden, we denken nog niet direct aan voetbal, maar in de planning. Wanneer zouden we dan kunnen voetballen op het zesde voetbalveld van Nuenen? Ja, we zullen alles eraan doen om het volgende seizoen, dus vanaf september, hier aan het voetballen te gaan op het zesde veld. De gemeente zal ongetwijfeld haar best doen en de voetbalclub dan blij. Zijn er nog andere voorzieningen die hier op dit perceel aangebracht gaan worden? Ja, wat ook nog moet gebeuren is de afscheiding tussen de woonwijk aan de ene kant en de voetbalvelden aan de andere kant. Daarover zijn afspraken gemaakt met de bewoners hier, zodat ze zo min mogelijk last gaan hebben van geluid en licht en dat soort zaken. Dus ook daar zal nog een stukje inrichting moeten plaatsvinden aan deze kant langs het fietspad. Vriendelijk dank, zometeen de symboliek, de grote graafmachine die zal komen en de laarzen die zijn aan voor het besneeuwde veld. Hartelijk dank voor het gesprek. Ja, die boerderij heeft al lang in de weg gestaan om het sportpark echt op een goede manier af te maken zoals we het al wilden maken. Met het zesde veld, maar met name ook met het afwerken naar de woningen toe. Het heeft heel lang geduurd, had te maken met bezwaren waar de huidige bewoner naar een nieuwe locatie moest. Daar waren bezwaren, die procedures moesten afgewerkt worden. Het heeft allemaal veel te lang geduurd. Maar ik ben heel blij dat we in deze termijn nog een oplossing gevonden hebben uiteindelijk. Dat we het in deze termijn, dat ik het nog zelf de eerste zet kan geven om hier het sportpark af te maken. Dus aan de andere kant ook wel een historisch moment. De familie van Heist is natuurlijk wel een familie geweest die hier heel lang gewoond heeft. De familie van Heist die de Boshoeven had en die ook deze boerderij hier had. Heel erg beeldbepalend is geweest voor deze buurt. Ja. Hey.